stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jessie de Weijer en ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement van op de 7e plaats van de Limburgse N-VA-lijst. Ik ben 29 jaar en ik woon in Paal, dat is een deelgemeente van de stad Beringen. Ik woon daar al mijn hele leven. In het dagelijks leven ben ik jurist. Ik zetel ook in de provincieraad. Maar waar ik het meest fier op ben, is dat ik momenteel schepen ben in Beringen voor jeugd, recreatie, participatie en wijkontwikkeling. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben in de politieke strijd gestapt al een aantal jaar geleden. Ik was actief in het jeugdhuis, lokale jeugdhuis. En toen begon ik aan mijn studies rechten. En ik merkte dat enerzijds vanuit mijn ervaring bij het jeugdhuis en anderzijds mijn ervaringen vanuit mijn studies rechten, dat er een vaak miscommunicatie was tussen burgers en de politiek. Enerzijds bereikt de jeugd vaak niet het lokale bestuur, is er een grote afstand tussen. En anderzijds merk ik dat wetten en regels vaak onbegrijpelijk zijn opgesteld. Dus vanuit die ingeving vond ik het interessant om in het lokaal bestuur, om daar ook eens te gaan kijken en mee in die politieke strijd te stappen. En nu, vandaag, is de derde verkiezingen waarvoor ik kandidaat ben. Ik ben als kandidaat geweest als derde opvolger voor het Vlaams parlement. Maar ik wil nog altijd de partijen steunen en ik heb nog altijd het doel om hier naar Brussel te komen. Dus daarom stap ik in die politieke strijd. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor de quote: soms betaal je het meest voor de dingen die gratis zijn. Die quote heb ik gekozen omdat ik denk dat vaak, zeker in aanloop van de verkiezingen, gooien partijen met het woord gratis. En het mag niet vergeten worden dat iets is nooit gratis. Er zijn altijd mensen die daarvoor moeten betalen. En soms betaal je net wel meer voor een dienst die gratis is, ook al maak je er geen gebruik van. Dus ik denk dat we gewoon in het achterhoofd moeten houden bij regelgeving, dat ook al maken we iets gratis, dat er altijd wel iemand voor betaalt. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik vond dat een moeilijke vraag om te antwoorden, omdat ik niet uit een politiek nest kom. Bij mij is het echt gegroeid, maar gaandeweg heb ik wel een aantal personen leren kennen waar dat ik toch wel groot respect voor heb. Zo iemand is Huub Broers. Ik heb hem leren kennen in de provincieraad, waar ik momenteel ook in zetel. En ondanks eigenlijk zijn toch wel moeilijke situatie, denk ik, privé, heeft hij zich altijd politiek heel goed ingezet en komt hij ook heel enthousiast en goed lacht altijd voor de dag. Ik denk dat hij ook heel goed kan relativeren alles wat er gaande is in de politiek. En en zo iemand wil ik me dan ook wel graag spiegelen. Wat zijn uw politieke interesses? Logischerwijs denk ik dat vanuit mijn achtergrond ligt mijn interesse bij jeugd, het jeugdbeleid. Lokaal merk ik dat jongeren niet zo vaak nood hebben aan bepaalde activiteiten, maar in eerste instantie wel nood aan een plaats waar dat ze zichzelf kunnen zijn. Dus een plaats waar dat ze kunnen hangen en gewoon kunnen zijn. Ik denk dat meer en meer zij op zoek moeten gaan naar die plaats en dat er vaak die groep dat die vaak vergeten wordt. Dus jeugdbeleid is een eerste interesse. Anderzijds ben ik vanuit mijn werk als jurist heel vaak bezig met het binnenlands bestuur. Zie ik dat een overheid ook vaak een heel pak efficiënter zou kunnen lopen, zou kunnen werken. En ik denk dat op dat vlak ook nog wel wat groeimarge is. Dus op die twee vlakken zou ik me graag willen inzetten in het Vlaams parlement dan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik hoop dat ik niet de eerste ben die zegt dat communicatie wel beter zou kunnen. Als schepen van burgerparticipatie in Beringen merk ik dat veel zaken mislopen of berust op misverstanden ook vaak. Gewoon omdat er een miscommunicatie is van enerzijds de burgers naar de overheid toe en anderzijds ook de beweging van de overheid naar de burgers toe. Ik denk dat als we meer in overleg zouden gaan met elkaar, dat het vaak duidelijker is waar de moeilijkheden langs beide zijden zitten. En op die manier denk ik dat uw burgers ook draagvlak kunnen creëren voor het beleid wat je maakt. Dus zeker op vlak van communicatie is er nog een grote groeimarge.
Anderzijds denk ik dat realisme niet vergeten mag worden. Veel politieke partijen gooien in aanloop van de verkiezingen hele mooie beloftes op tafel. Maar het moet belangrijk zijn dat we die ook effectief kunnen verwezenlijken. Zoals bijvoorbeeld gratis speelpleinwerking. Ik merk ook dat vaak de insteek is dat kansarme kinderen moeten kunnen deelnemen. En dat dat dan een reden wordt om bepaalde initiatieven gratis te maken. Maar je merkt ook vanuit die groep dat die groep niet vraagt om dingen gratis te maken. Zij willen ook wel een steentje bijdragen. Zij waarderen ook initiatieven die worden opgezet. En zij willen dan bijdragen, weliswaar dan misschien aan een lager tarief of op een lager niveau, om het zo te zeggen. Maar ik denk zeker niet dat gratis de oplossing is. En in Beringen hebben wij dat opgelost met het sociaal tarief. Dus een tarief specifiek voor kansarmen en mensen die het gewoon wat moeilijker hebben, die gebruik kunnen maken van dat tarief. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn sjerp meegenomen, de schepensjerp, die ik nu sinds januari draag. Dus die sjerp heb ik gekregen, krijgt elke schepen natuurlijk in België. En ik draag die sjerp eigenlijk met heel veel fierheid. Staat ook het embleem van de stad op. We hebben het embleem er ook specifiek laten opzetten van de stad. En die sjerp die mag ik vooral ook dragen als ik een huwelijk voltrek. Dus dat is een mooie dag voor die mensen. En het is dan heel fijn om die sjerp te dragen. En mensen op die dag heel gelukkig te maken, ook omdat je een huwelijk mag voltrekken. Het is misschien een cliché voorwerp, maar ik ben er fier op. En daarom heb ik gekozen om het mee te nemen. Waarom ik die ook heb meegenomen is omdat ik ook wel Beringen buiten de grenzen op de kaart wil zetten. Ik denk dat ik die sjerp met fierheid draag, omdat ik ook fier ben op mijn stad. Beringen is de derde grootste stad van Limburg, ook al weten niet veel mensen dat. En ik zou dan graag ook als vertegenwoordiger van dat stadsbestuur Beringen wat meer op de kaart willen zetten. En idealiter kom ik dat hier doen in Brussel, waar dat ik dan ook kan meewegen op het beleid en zo eventueel ook zaken kan verwezenlijken specifiek voor Beringen.